Heracles bij de thuiswedstrijden gewonnen. Dat levert dus 6 punten op uit 3 wedstrijden. Utrecht staat nog steeds op 0, 0 uit 4. Aardig wat wijzigingen in de ploeg aangebracht door de nieuwbakken coach Ron Jans. En dus, zo zei John Lammers, de trainer van Heracles, konden onze voorbereidingen een klein beetje de prullenbak in hoe wij de ploeg, de tegenstanders, hebben geanalyseerd. Er staat een andere ploeg, zeker met andere namen ook, maar wellicht ook met een andere intentie. Ron Jans terug op de velden. Rosdogan, Boussaïd. Dat wordt gemaakt, de Fraulo in het midden nu. Zoontjes, en dit is een vrije kans en de score geopend door Ole Romani. 5e minuut, Utrecht voor. Dit zal nog even lijnentrekkerij worden, of dit buitenspel is of niet van Zeuntjes. Dat wordt nog even interessant, maar kijk de vrijheid van Romani, helemaal vrij. Dus prikt hij binnen. Dan zal de VAR nog even gaan kijken of het buitenspel was van Zeuntjes hier aan die linkerkant toen hij de bal ontving. Heerlijk die bal ook buitenkantje rechts gegeven. Kleine trekken in Zeist. Maar het is een treffer en dus staat Utrecht 1-0 voor. Ole Romani. Zeuntjes. Met Zonnenberg. En weer Romani. Weer Romani. Nou ja, dat had hij heel graag gewild. Zeuntjes zag de mogelijkheid om het misschien zelf af te maken. Zonnenberg krijgt hem niet bij Limbombe. En zo loopt het bij Heracles nog niet. En bij FC Utrecht wel. Bam! Op de lat. Weer een kans voor Utrecht. Zeuntjes dit keer op de lat. Balverlies van Jensen. Wahim. Hansson. Tegenover de Ravest. Hansson wipt hem voor en die bal valt binnen. Curieuze goal. De gelijkmaker en hij staat er beteuterd bij te kijken. Sanko, kwam hij er nog aan? Ja, dit is Hens. Deze gaat niet door. Deze wordt afgekeurd voor Hens van Sanko. Ja, sommige dingen merk je dat Ron Jans nog maar heel kort bij FC Utrecht werkt. Want het trainerschema is die, heeft hij nog van zijn FC Twente periode. Zeuntjes. Goeie bal, El Karouani. El Karouani breed leggen, Jensen draaien, schieten en binnenkant de paal. En zo heeft Utrecht na de lat nu ook de paal geraakt. Ze kunnen zijn tempo ineens opschroeven. Daar staat Brouwer ook nog even aan. Door zijn handje is het geen 0-2, maar komt de bal binnenkant paal. Willems. Helemaal achterin richting Hoogma. Hansson. Sanko! Op de lat! En het volgende schot van de keersmaker richting tweede ring. Maar Sanko op de lat. En dit was de kans voor Heracles om kort voor rust de gelijkmaker binnen te werken. 5e minuut van de extra tijd achterin van de Marel. En hij op doel en er liepen er ook nog 2 van Utrecht in het doel. Flamingo en Romani. Dan weer Brouwer met een redding. Hoekschop nog voor Utrecht. Ten Avest. Fraulo helemaal vrij van dichtbij. En Jensen komt hem binnen. Het is 2-0. In de 6e minuut van de extra tijd. De 0-2 Jensen. Jensen staat vrij. Daarachter stond Romani vrij. En inmiddels is er gefloten voor de rust. En heeft FC Utrecht een heel prettige voorsprong te pakken. Bosdogan. Jensen.
Romani. Zeuntjes, prima gespeeld, zegt Jensen. Afmaken. En weer zit Brouwer daaraan. Geweldige aanval weer met Zeuntjes. Met Jensen. Weer de paal. Weer dankzij Brouwer ook. Zeuntjes. Mooi afdraaien, net niet voor Romani. Weggekopt door Vijnovic. Mogelijkheid tot uitbraak van Heracles. Nu met z'n vieren tegen vier van Utrecht. Dan Kisi komt er langs. En kan het dan af gaan maken. Ook het doet dat. 2-1. Spanning terug. De bliksemsnelle uitbraak van Heracles Almelo. Dan komt Dankisi hier aan de bal. En is El Karouani daar gezien. Dan kan hij hem afspelen. Maar als hij zo weer, dan maakt hij het mooi af, hè. Prima goal. En de 2-1 staat. 1-2 liever. Hansson. Hansson schept hem en daar. Die leek daar voor de man te komen. En dusdanig dat hij dan ook zou kunnen inkoppen. Oh, er is wat gegooid. Ja, er is wat gegooid. En degene die dat gedaan heeft, die is ook meteen in de kraag gevat. Die gaat er meteen af daar in de hoek. En dan is dat dus snel opgelost. Dan hoeft dat ook geen 10 minuten te duren. De onverlaat is opgepakt. Ja, en er wordt weer gegooid. En dit is zo stom. Ja, hij lokt het uit, Barkas, door veel tijd te nemen. Maar dan is er toch weer een of andere die wat gooit. En dan krijg je dus dit. Dan gaan ze voor eigen rechten spelen. En dan degene die dat gedaan heeft, die is nog niet jarig. Ook deze is dus snel opgepakt. Ter Avest. Novoa. In de herkant. Komt hij daar langs. Hij is wel snel. Bruns. In de achtervolging. Novoa. Oh, eigen doelpunt. Eigen doelpunt, bakboord. En dan is het 3-1 voor Utrecht. Na die actie van Novoa aan de zijkant. Waar Bruns nog probeerde hem tegen te houden. En bakboord in eigen doel. Zorgt voor de 1-3. En dan is de wedstrijd inderdaad gespeeld. En wint FC Utrecht. En is het eindelijk van de 0 af.